Welkom bij Postmodel Train Stuff. Vandaag heb ik een Benelux kop rijtuig met zelf ingebouwde verlichting. Normaal gesproken heeft deze alleen een gloeilamp hiervoor zitten die vast zit aan de. Even kijken, zo. Die vast zit op het spoor, de plus en de min. En die daarmee altijd brandt. Ik wilde ook de rode lamp erin hebben. En ik wilde kunnen wisselen. Dus wat ik heb gedaan tot nu toe. Ik heb door de... hier zit normaal een bestuurstoel geklikt. Daar heb ik doorheen geboord. Daar heb ik, even zien, volgens mij 1,5 mm lichtgeleider doorheen gedaan. 1,5 mm dik. Helemaal tot hiervoor, de voorkant. Even kijken wat te zien is. Die is ook uitgeboord. Kijken of ik kan focussen. De voorkant is dus uitgeboord. En de oude gloeilamp heb ik vervangen voor een witte led. Vervolgens heb ik de bekabeling gemaakt. En helemaal doorgetrokken naar achteren. En dan heb ik een schakelaar opgezet. Nou, hier zit de stroom op. Deze kan ik hierop prikken. Ik gebruik van de drie kabels maar twee. Ik had geen bipolaire liggen. Ik had alleen eentje met drie polen liggen. Dus vandaar deze improvisatie. Hij staat nu op uit. Als ik op eerste stand zet, dan krijgen we de witte lampen. Even kijken of ik dat zo... Ja... Er zit wat lichtlekkage. Ik heb het zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Maar ja. En rood. Dan zijn alleen de rode lampen zichtbaar. Nou, deze schakelaar. Die past precies. Hier achter. Door de deurramen van de overloop. Ik heb hem al een keer ingelijnd gehad, maar ik moest hem loshalen, want er zaten wat kabels niet helemaal goed. Ik moet dadelijk de lijm hier even weghalen. Maar dan komt hij dus hier achteruit. Eens kijken. Ja, hier zie je hem zitten. En kan je hem hier verzetten. Nou, hier bovenop komt de vouwballer nog. Dus deze, die komt hier nog overheen. En daarmee is die schakelaar nog wat minder goed te zien. En zo kan ik vrij makkelijk, zonder hem te digitaliseren, toch de rijverlichting veranderen. Waarschijnlijk gaat die altijd op rood staan. Als ik dit zou willen gaan digitaliseren. De zwarte draad is verwarrend genoeg de pluspool. Dit zijn twee minpolen. Dus ik zou hier een decoder in kunnen plaatsen in plaats van de schakelaar. En de condensator hier, daar kom ik dadelijk op. In ieder geval dit eruit kunnen halen, vervangen door een decoder. En dan zou die... instelbaar zijn, dan zou ik kunnen zeggen als de richting die kant op is, dan doe meteen iets met de verlichting. Dat heb ik nu niet gedaan. Ik vond dat net iets te veel van het goede voor deze. En ik weet wel welke lok ik hierbij ga gebruiken en die heeft ook geen rood sluitsein. Dus die gaat waarschijnlijk alleen maar één kant op rijden. Nou, aan de andere kant. Hier hebben we de stroompickups van de rails. Hier zit een gelijkrichtertje. Die zorgt ervoor dat, maakt niet uit wat de polariteit hierop is. Dus ook op een digitale baan komt hier altijd plus uit, hier altijd min uit. En een dikke condensator die hier precies tussenin past. Die zorgt ervoor dat de verlichting niet gaat flikkeren. Dat die lekker constant blijft, ook als de pick-up van de wielen niet altijd goed is. Dus daarmee heb je, als het goed is, een heel mooi licht. En wat ik nog ga doen... Deze moet vastgezet worden hier in de hoek. De ramen moeten er opnieuw terug in. Die komen op de kabels liggen zodat de kabels weggewerkt zijn. Dat wordt nog een heel gedoe, want die moet hier achter omheen.
En daarna is het een kwestie van de boel in elkaar zetten. En als het goed is, raakt het allemaal niks. En als dat verkeerd gaat, dan heb ik nog wat tuning te doen. Omdat dit dus een vrij priegel is, ga ik niet alles opnemen hiervan, maar kom ik gewoon terug met het eindresultaat. En dit is dan het eindresultaat. Mijn witte verlichting is een redelijk wat lichtlekkage, ook naar de rode lampen toe. Dit is vergelijkbaar met als je hem niet ombouwt. Ook de cabine krijgt redelijk wat licht nog naar binnen. Dit is dus een... Nou, het is niet een achteruitgang, het is meer hetzelfde. Zet je hem nu op rood licht, dan zijn er twee heldere punten van de rode lampen. En ook in de cabine is een klein beetje lichtlekkage, maar het is minimaal. Verder, vanwege de condensator die erin zit, kun je hem redelijk lang van de rails afhouden en blijven de lampen toch nog branden. Het duurt best een tijdje voordat ze echt helemaal uit zijn. Dit zorgt er in ieder geval voor dat je ook met vieze wielen een redelijk mooi sluitsein hebt. Binnenverlichting heb ik er natuurlijk niet ingebouwd. Hij is dus ook niet digitaal. En even kijken of ik hem helemaal in beeld kan krijgen. Je ziet geen kabels lopen. Helemaal aan de achterkant. Draai hem even om. Helemaal aan de achterkant. Hier zit zwarte tape om te voorkomen dat je de condensator ziet. En hierachter. Ik kan dat ook met licht doen. Zit een schakelaar. Nou, die is op camera best moeilijk te zien. Daar moet natuurlijk nog de vouwbalg moet er nog omheen. En dan is hij klaar om weer terug de doos in te gaan. Ik hoop aan het einde van het jaar deze nog rondje te kunnen laten rijden, zodat je ook het gehele eindresultaat ziet. Tot die tijd, bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.